like als jij dit in een mystery box zou willen vinden. En negeer als jij dit in een mystery box zou willen vinden. Ik zou like. En niet alleen daarom, maar ook omdat ik een hoop van de inhoud uit deze twee mystery boxes ga weggeven. Alles wat je moet doen is geabonneerd zijn. Twee nieuwe mensen laten abonneren op dit YouTube kanaal. Je nichtje, je neefje, je onzichtbare hond. Ik weet het niet, ik heb een onzichtbare kat. Dus ik kan er niet over meepraten. En natuurlijk even een like met een reactie. Zodat ik wel weet dat je alle voorgaande stap hebt gedaan. 1 euro mystery box, 100 euro mystery box. Ik ben scared. Let's go! De persoon in kwestie verkocht 4 verschillende soorten mystery boxes op zijn eBay. Eentje van 1 euro, eentje van 10 euro. Nou, die heb ik niet. Eentje van 100 euro, die heb ik wel. En eentje van 1000 euro. En inderdaad, ik ben van plan die ooit te halen als ik het kan betalen. Dus like, dan ga ik mijn best doen. Ik heb een schaar en ik ga gewoon gelijk beginnen met de allereerste. Oké, ik heb wel iets meer dan 1 euro betaald voor deze mystery box. Maar dat is voornamelijk omdat ik ook moest betalen voor de verpakking en de verzending. Dus het werd duurder. Maar gewoon de mystery box zelf werd aangeboden voor 1 euro. So, let's see what we... You are kidding me. Oké, om mee te... Oh, nee. Nu moet ik opruimen. Om mee te beginnen, er zitten een hoop van deze dingetjes in. En... Oké, wacht even. Ik heb een do-it-yourself unicorn molding kit. Dus ik heb een soort van de mogelijkheid om mijn eigen unicorn te maken. Dit is waarschijnlijk meer iets voor Soraya. Of voor jou als je hebt geliked en geabonneerd. Maar wauw. Ga je me serieus vertellen dat... Er zit niks anders in. Oké, maar ik moet zeggen, je kunt natuurlijk ook niet te veel verwachten voor 1 euro. En voor 1 euro een speeltje als dit, dat had waarschijnlijk ook iets anders kunnen zijn. Daar ben ik wel blij mee. Dat was leuk om te vertellen. Bij de 1 euro mystery box hoefde ik niet aan te geven wat mijn interesses waren. Je kocht de 1 euro mystery box en that's it. Maar ik heb echt zoveel contact gehad met de verkoper over deze mystery box. Hij wou mijn hobby's weten. Mijn favoriete eten, mijn favoriete drankjes. En ik heb overal... antwoord opgegeven. Ik ben echt super benieuwd of die daar ook een beetje op heeft gehandeld. Of deze mystery box dus daadwerkelijk gevuld zit met dingen die mij aanspreken. Hey Job, hoi, ik ben een mystery box. Je weet wat ik bedoel. Oké. We hebben in ieder geval de 1 euro mystery box gehad. En nu is het tijd voor de big things. Ik heb trouwens ook een hamer. Oh, dat is misschien niet zo verstandig. Er staat letterlijk op de box aangegeven, handle with care. Oftewel, het is breekbaar. Waarom doe ik het weer? Oké, dus wat ga ik doen? Ik pak mijn schaar erbij en... There we go. Ik ben zo zenuwachtig. Ik bedoel, je betaalt letterlijk 100 euro aan iemand die je niet kent. Voor een product waarvan je nog niet weet wat het gaat zijn. Hij kan hier letterlijk een babyborn in hebben gestopt. Ik red je! Oké, luister. Oh, ik ben zo hyped. Oh, ik ben zo hyped. Ik heb eigen... Oké, laat me alvast iets verklappen. Ik heb aangegeven dat mijn hobby voornamelijk het verzamelen van dingen is. Actiefiguren, Pokémon, Amerikaans eten, spulletjes om mensen mee in de maling te nemen. Nee, niet kijken! Oké. Weet je wat? Ik zet hem hier naartoe. Het allereerste wat ik hier zie is Pauwpoe. Piepoe. Power, dat is een applicatie voor iOS, geloof ik. Ik weet niet of het ook op Android is. Maar het is in ieder geval een klein mannetje wat jij kunt verzorgen, eten kunt geven en kunt knuffelen. En het is super cute. En het is ook van het officiële Pauw-merk. Meestal zijn dat soort merkknuffels best wel duur. Dus alright, I'm happy with that. Ik ga deze gezellig hier neerzetten. Zodat hij kan meekijken naar de rest van de mystery box. Oh, you are kidding me. En ook dit is van het officiële merk. Het officiële Angry Birds merk. En ik heb de super schattige witte Angry Bird gekregen. Ik heb gewoon toeschouwers. Kijk dan. You are kidding me. Bart Simpson. Hij is zo cute. Ik moet zeggen, dit is wel zo'n typische kermisknuffel. Waarvan hij bij de tweede dag waarschijnlijk al uit elkaar valt. Whatever. We gaan verder. Oké, wat heb ik nog meer? Ik heb... Oh, ik heb de meisjespauw! Of de moeder, tante, nicht, vriendin. Ik weet het niet. Maar dit is zo cute. En ook deze is van het officiële merk. Oké, tot nu toe is dit uiteraard nog geen 100 euro waard. Maar we zijn ook pas net begonnen. Oké. Het volgende wat erin zit is een Star Wars verzamelfiguur van Darth Vader. En... Oh, dit is... Is dit Darth Vader? Oh, nee. Kylo Ren. Iets om aan jullie weg te geven. Pretty amazing. Dat soort dingen zijn best prijzig, toch? Actiefiguren zijn best prijzig. Oké. Over actiefiguren gesproken. Ik heb hier letterlijk een Batman... You are kidding me. Wat? Ik heb letterlijk 3 keer hetzelfde actiefiguur gekregen. Batman... Dit is 3 keer Batman, of niet soms? Bruh. Dit is 3...
Of is het een andere edit? Nee! Het zijn 3 keer dezelfde Batman. Ah! Dat is zonde. Nou ja, weer een reden om iets aan jullie weg te geven. Ik bedoel, ik zie het positieve er maar van in. Ah, kijk, dit is wel leuk. Ik heb hier Harley Quinn, wat een beetje het vriendinnetje van de Joker is. Pretty amazing. 3 Batmans, 1 Harley Quinn. Het is zo random. Maar actiefiguren zijn legit best wel prijzig, zoals ik eerder zei. Dus misschien dat ik het bedrag wat ik hiervoor heb betaald al redelijker uit begin te krijgen. Oh yes. Oh yes. Oké, het is misschien raar, maar hij vroeg wat mijn favoriete emoji was. En ik zei deze. Dus... Ik heb een poepje gekregen. Ik heb letterlijk een poepje gekregen. Oké, oh, ik hou van deze dingen. Dit zijn letterlijk een soort van poepjes gevuld met slime. En een surprise als ik het goed heb. Zit er nog iets bij? Nee. Oh. Iemand een stukje groene poep? Nee. Oh gosh. Oh god. Oh. Dit ziet er zo nasty uit. Het heeft letterlijk de kleur van snot. Terwijl het in een poepje zit. Kan het leven nog gekker? Well, at least hou ik van slime. Het is satisfying. Al moet ik zeggen, ik weet niet hoe lang deze al in de mystery box zit. Alleen hij is niet meer zo heel stretchy als normaal gesproken. Ik heb deze eruit gekregen. Hoe super cute is dat? Nou, deze die mag wat mij betreft eventjes weg. Wat hebben we nog meer? Oh yes. Ik zei dat ik van... Jij. Ik zei dat ik dus best wel van Amerikaans eten hou, snoep, noem het allemaal maar op. En ik heb een exotische ananas 7-up gekregen. Deze heb ik nog nooit eerder gezien. Ananas is het huis van SpongeBob. Proost! Oh. Mmm. Oh, ik ben normaal gesproken echt niet zo van de 7-Up. Dit is trouwens geen promotie. Ik heb serieus 100 euro moeten betalen. Was er maar zo'n feest dat ik dit gratis kreeg. Nee, maar serieus, ik hou niet zo heel erg van 7-Up. Maar met de smaak van ananas, subliem. Oké, maar... Er is meer! Chips Ahoy zijn typische Amerikaanse koekjes. En dit zijn de mini-fori... Deze heeft een hap eruit. Nu is hij door 2 gebroken. Dit is echt zo cute. Kijk dan. Oké, let's go. Ik hou zo erg van de smaak van Amerika. Wat eigenlijk gewoon een klein beetje een soort van suikerziekte is, maar oké. Amazing! Alright! Tot nu toe heeft de maker van deze mystery box zich heel goed gehouden aan de dingen die ik een soort van heb verteld. Ik heb niet letterlijk gezegd wat erin moest. Hij vroeg mijn interesses, ik gaf die en hij heeft zich er redelijk aan gehouden. Oh, hij heeft zich er fantastisch aan gehouden. Pokémon kaarten zijn duur. 1 zo'n pakje is 6 euro. Dus eigenlijk 2 van dit soort pakjes zou al meer dan 1/10 van de prijs van de mystery box zijn. Reken onder de stuber. Echt letterlijk, ik weet niet hoe lang ik het al verzamel. Lang, maar ik verzamel het nog steeds. So that's pretty cool. Oké, ik heb een L. Ik heb een... Ik wou zeggen een cobra, maar het is overduidelijk een krab. Ik heb een aapje. Ik heb een hee-haw. Ik heb hier een hoed-hoed. Ik heb hier de glimmende. En mijn zeldzame is niks speciaals. Het is pas speciaal als het goud is en tegen je schreeuwt. Ik ben geld waard! En dat deed hij niet. Het was wel Pokémon. En oh! Ik heb nog iets van Pokémon. Oké, wat zit hier? Dit is een tin. Ik heb niet het idee dat er een pakje in zit. Er zit een kaart in. Oké. Oh! Het is een ultra zeldzame gouden Pokémon kaart. Deze is minimaal 10 euro waard. Amazing. Oh. Nee joh, hij is zeldzaam. Wat? Oké, ik weet niet waarom hij dit erin heeft gedaan. Misschien omdat hij dacht, hey, ik heb nog een kauwgombalautomaat staan. Oh. Oké, dus ik heb letterlijk mijn eigen kauwgombalautomaat. En iedere keer als ik dit doe... maak ik er een bende van. Let's go. Ik heb er letterlijk nog geen 1 kunnen eten. Oh, hier is er 1. Let's try it. Au. Keihard. Well, in dat geval... Ik hou van kauwgomballenautomaten, dus dit is op zich best nice. Ik ga dit letterlijk op mijn bureau neerzetten. Als iemand al langskomt, ben ik zo van, hey, doe je schoen even uit. En neem een kauwgombal. Pretty amazing. Wat hebben we nog meer? Oh, nog meer American goodness. Ik heb Fire Fries. En dit ziet eruit als een... Tipi... Het is zo rood. Het is zo incredible. Oké, dit gaat vreselijk zijn. Let's go. Oh. Oh, het is zo pittig. Maar zo lekker. Dat ook al verbrandt mijn maag. Ik kan niet stoppen met eten. Mijn handen zijn zo rood. Als ik letterlijk gewoon even in deze zak graai en ik haal mijn hand eruit. You are kidding me. Maar dit is het leukste van allemaal. Oh, mijn tong. Amerikaanse chipjes, dankjewel. Ik heb dringend water nodig. Of mijn limited edition 7-up. You are kidding me. Pokémon!
Pokémon Platinum. Oké, dit is dus echt een Pokémon spel van jaren geleden. Ik denk echt 2008 of zo. En deze zijn vrij zeldzaam als je ze nog in de verpakking hebt. Hij is compleet! Ik dacht dat ik in de maling werd genomen. Wauw, deze zijn minstens 40 euro waard. Dat is alleen al de helft van heel de mystery box. Ik zou bijna zeggen dat ik winst aan het maken ben. Pardon, wat is dit? Oh, ik weet wat dit is! Oh, ik heb dit kapot gespeeld op de basisschool. Legit! Je hebt hersenen, die stop je in zijn hoofd, want dat is waar hersenen horen. Daarna trek je aan zijn snottenbel en op een gegeven moment heb je pech. En is er een kans dat zijn hersenen... Identiek kapot is. De bedoeling zou zijn dat zijn hersenen er op een gegeven moment uitspringen. Dus het spel is ook zeg maar zo dat je elke keer om de beurt een paar keer dat doet. Totdat iemand... Zijn hersenen... Hoe lang ben je dan wel niet bezig? Eruit laat springen. So that's pretty cool. Ja, deze geef ik sowieso weg. Want ik heb geen zin om de hele dag met Soraya aan een snottenbel te trekken. Dus je weet wat je moet doen om te... Om te winnen. Oh ja, trouwens, voor de mensen die echt extra kans willen maken om te winnen, volg me op TikTok. Ik denk dat ik een van deze dingen hier, die extra duur is, apart alleen op TikTok ga weggeven. Oké, wat hebben we nog meer? Oh, wauw, oké. This is pretty badass. Het is Elsa uit Frozen en het is van PES. En PES, P-E-Z, hoe je het ook uitspreekt, dat is ook iets wat je kunt verzamelen. En ik vond dit vroeger zo amazing. Oké, dus hoe het werkt is, je doet haar hoofd omhoog, dus je breekt haar nek eigenlijk. En dan komt er een snoepje uit. Oh, yes, yes, oh yes. Paprika chips is pretty basic qua smaak, right? Maar de paprika chips van Doritos is toch wel echt anders. Wederom, geen promotie. Ik vind het letterlijk in de mystery box. Let's go. Weet je wat ik hierbij nodig heb? Mijn ananasdrankje. Het begint nu meer op een mukbang te lijken. Heel mijn tafel ligt vol met allemaal troep. Ik heb hier een... Ik denk een speeltje van McDonald's. Deze mystery box man is gewoon naar de McDonald's geweest en dacht... Hey, ik heb iets voor mijn klanten. Dat is nice, meneer. Oh, dat is een poes. Dat is een kat. En hij kwam aan. Gebeurt er iets? Ik weet niet wat deze kat doet. Wat heeft Noeks? Sorry, kat. Ik hoop dat je nog leeft. Oké, luister. Ik heb heel duidelijk aangegeven dat ik ook een cadeautje voor Soraya erin zou willen vinden. Ik zei, ik heb een vriendin. Of tenminste, ik doe alsof. Nee, ik heb een vriendin. En ik zou het leuk vinden als ook iets voor haar in de mystery box zit. Dus misschien is dat wat dit is. Is Super Saiyan dope. Het is gewoon een ketting. Oh, dat is echt iets voor Soraya. En een ring. Job, wil jij trouwen met iedereen die heeft geliked? Ja. Kijk dan. Swagged out, bro. Swagged out. Oké, cool. Dat is denk ik voor... Oh. Ik dacht heel even dat hij het niet meer afhaalt. Oh! Wat is dit? Wat? Oh nee, dit is hatelijk. Oh wacht, ik weet waarom hij dit heeft gedaan. Hij vroeg, is er ook iets wat je niet leuk vindt? En ik zei gewoon voor de grap, alles wat in de knoop zit. Net zoals mijn leven. En nu heeft hij dus letterlijk iets gegeven wat in de knoop zit. Maar het ziet er wel echt heel nieuw uit. Dus ik denk legit dat hij mij gewoon Apple oortjes heeft gegeven. Maar die expres een beetje heeft geknoopt om er een soort van grap van te maken. Omdat ik dus zelf zei dat ik een hekel heb aan dingen die in de knoop zitten. But that looks pretty nice. Kijk dan, nu kan ik mijn favoriete Barbie muziek laten. Heavy metal. Barbie. Oké, wat hebben we nog meer? Oeh, shh. Ik heb dit. Het is een ei met Mario erop. Mario ei hoort bij mij. Dit zijn geloof ik die nieuwere surprise eieren. Bruh. Die je dus inderdaad... Er bestaat er twee helften, right? Eén helft is het speeltje en de andere helft is het eten. Ik wil het speeltje. Woehoe! Oh nee. Dit was overduidelijk het eten. Ik heb nog een half koekje. Yes! Check this out! Mm. En dan is dit dus... Wacht, wat? Wat de heck is dit? Wat moet ik hiermee? Ik heb wel stickers gekregen van Mario. You are kidding me. Oh! Oké, luister. Oeh, wacht even. Er is één Pokémon-kaart die echt super zeldzaam is. Dat is de Charizard van de base set. En dit is niet de originele base set. Dit is base set 2. Maar... Kijk dan. Oh, you are kidding me. Dit is base set 2. Ik weet niet of die echt is. Ik twijfel erover. Ik bedoel, ik heb 100 euro voor deze mystery box betaald. Maar als deze kaart echt is, dan is die letterlijk alleen al... Misschien 50 of 70 euro waard. Dus dat is echt super bizar. Kijk hoe gaaf. Oké, deze die zal ik rustig eventjes terug doen in mijn... Bubbeltjes plastic. En dan ga ik verder, want... Ik heb ook gezegd dat ik van Minecraft hou. Dit gaat iets makkelijker. Oh. Dat is Annex. Het is de Mushroom Cow. En het is... Oh, het is een buggy. Die nu op mijn wang gaat. Of op mijn neus, whatever. Alex zit op mijn wang.
Oké, ik weet niet wat we nog meer hebben. Oh, dit was het. Oh nee, nee, wacht. Er is nog iets. Pepsi lippenbalsem. Kijk, ik wil deze wel gebruiken, maar dan zou ik hem niet meer weg kunnen geven. Dus ik ga hem gewoon even laten zien. Pepsi lippenbalsem. Nou, weet je, sorry. Ik heb al genoeg om weg te geven. Come on nou. Dit is natuurlijk niet de bedoeling dat je deze lippenbalsem letterlijk eet. Maar als het goed is, heeft het wel iets weg van de smaak van Pepsi. Dus ik ben heel benieuwd. Oké, ik ga het nu naar boven draaien. Oké, let's do this. Oh, dit smaakt echt niet naar Pepsi. Oh, ik weet niet waar. Het is niet mijn Pepsi. En het allerlaatste is een growing egg. En er staat op de achterkant dat je 48 uur moet wachten voordat het ei zich opent. Maar ik heb zo mijn eigen methode. Leeg ei. Oh, damn. Waar is nu mijn krokodil? Ik heb er zo'n bende van gemaakt. Ik weet het shit nu niet meer waar die is. Al wat erg. Wel, in dat geval neem ik nog maar een slokje van mijn drinken. Dat was pretty amazing. Ik heb genoten. Was de 100 euro mystery box het waard? Nou, ik denk van wel. Ik heb letterlijk een Pokémon game gekregen. Ik heb 3 keer hetzelfde Batman actiefiguur gekregen. Al met al ben ik best wel blij. Ik heb een kettingje voor Soraya gekregen. Die hier onder de chocoladekoekjes ligt. Oh ja, daarover gesproken. En ik heb dus verrukkelijke chocoladekoekjes gekregen. Heel blij mee. Zoals ik dus al zei, deze man verkocht ook een 1000 euro mystery box. Nu ben ik echt niet van plan om dat zo 1, 2, 3 te doen. Misschien wel 4, 5, 6. Nee, serieus. Ik ben niet van plan om dat zo 1, 2, 3 te doen. Want dat is echt super same duur. Maar ik kan het overwegen bij heel veel likes, alright? Ik vond het in ieder geval een epische ervaring. Ik moet ook zeggen, ik ben wel echt blij met mijn knuffeltjes van Pau. Want die zijn echt schattig. Pau. Ik ga omruimen en ik zeg adios. Oh ja, volg me op TikTok om extra kansen te maken om te winnen. Woo! Pretty amazing, bro.